allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Oh, ik krijg kleur. De derde keer dat ik deze vlog opneem. Mijn camera die deed het niet. Ik had gisteren al 2 keer deze vlog opgenomen, maar hij deed het niet. Dus ik denk nou, dag, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb er geen zin meer in. Dus ik probeer het morgen nog wel een keertje. Nou, in ieder geval. Ja, het is weer zomer. Het ongedierte is er weer, jongens. Het ongedierte is er weer. Tot nu toe heb ik nog niet echt heel erg veel problemen, gelukkig. Maar ja, wat niet is, wat niet kan komen. Ik ga me in ieder geval niet laten leiden en niet laten pesten door randfiguren. Dus met dank aan de fantastische woningstichting De Woonbron, waar je vooral geen beroep op kan doen, want het zijn gewoon huftes eerste klas. Ze maken niks, ze repareren niks. Wat ze moeten repareren, dat repareren ze. En wat ze niet moeten repareren, ja, dat repareren ze. Dus het is een huftenmaatschappij, is het. Een huftenorganisatie. Ik vind het, voor mij heb ik geen goed woord over voor mijn woningstichting. Maar goed, in ieder geval, ik ben dus ziek geweest. Ik heb nog steeds wel een beetje last, maar het gaat al een stuk beter met me. En ik ben het hele weekend eigenlijk beroerd geweest. Ik ben niet naar buiten geweest. Ik was dood en doodziek. Ik moest constant naar de wc rennen. En ik kon mijn nieuwe telefoon halen, maar dat kon dus niet. Ik ben van de week wel even snel geweest. Ik heb hem. Ik heb mijn nieuwe telefoon. Dat ga ik zo aan jullie laten zien. En wat is er nog meer gebeurd? Ja. Dat is er ook gebeurd. Bukito legt alleen maar te slapen. Hé, hey, Luilok, zou niet eens even wakker worden? Mauw. Lekker ventje is het ook, hè, Bukitootje. Lekker ventje is het. Samen met Dribbel natuurlijk, hè. Want Dribbel is ook mijn mannetje. Drippy. Hey, Drippy. Oh, kleine Drippy. Drippy, hè. Ja. Ja, hoe het gebeurd is, is het gebeurd. Ik zou het hebben begonnen niet weten waarom het gebeurd is. Maar die buikpijn, hè. Maar er zijn dus ook een hele hoop leuke dingen gebeurd. Ik heb... Even kijken. Zo. De nieuwe telefoon heb ik. Ja. Oh, even kijken. Zo, dit is hem. Zo, mag wel een beetje wat makkelijker zo. De Samsung Galaxy 22 Plus heb ik. En ze hebben van de week ook mijn nieuwe schutting gezet. Kijk eens even, wat mooi, jongens. Oh, ziet er prachtig uit. Ja, fantastisch. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik wil eigenlijk nog van die lampjes gaan kopen ervoor. Dat ik een beetje tuin kan versieren. Vind ik ook wel leuk in de avond. Al die lampjes die allemaal branden, vind ik fantastisch. Dus ik ga dadelijk even op internet even kijken of dat ik nog ergens waar ik ergens lampjes kan kopen. Vind ik wel heel gezellig. Ik denk dat ik wel een 2-3 meter nodig heb, denk ik. Ja, 2-3 meter denk ik wel. Dus dat wil ik ook nog even gaan doen. Beetje mijn huis weer even een beetje versieren. En mijn nieuwe schutting, hè. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Het is echt een mooie schutting geworden, jongens. Kijk. Ja, prachtig. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ja, het is mooi geworden. Het is echt mooi geworden. Dus... dat is eigenlijk allemaal een beetje de updates die er allemaal gebeurd zijn allemaal. Ziek geworden. Mijn nieuwe telefoon. Ja, boven het... Maar ik heb ook trouwens zitten denken nog van ja... Het was ook wel een beetje verwachten. Natuurlijk de zomervakantie weer. Dus ja, eigenlijk is het ook geen nieuw nieuws. Ik ben er eigenlijk nog ineens zo over de top voor. Want ik had het al een beetje zien aankomen natuurlijk. Altijd zomervakantie. Ja, met de kinderen. Gezellig. Alleen, je buren moeten er geen last van hebben. En dat heb ik. En de woonstichting doet er niks aan in ieder geval. Maar we gaan er het beste van maken. Ik laat me niet wegpesten.
Ik ga gewoon lekker gezellig door. En ik wil toch, als ik zo snel mogelijk, wil ik weer naar buiten toe. Ik wil eigenlijk ook wel weer gaan werken. Want thuis zitten, dat is helemaal niks voor mij. Ik heb echt een bloedhekel aan thuis zitten. Nou ja, dan ben ik nu wel weer volop met GTA bezig. Gisteren is Ramon er even wezen kijken naar mijn nieuwe mobiel. En ja, ik wil toch wel weer naar buiten toe. Kan ik weer lekker buiten vlogs opnemen. Dus dat gaat helemaal goed komen in ieder geval. Dus ja, we gaan het wel zien. Ik hoop dat het snel opgelost is. Het wordt wel elke keer een dagje beter. Maar ik heb gewoon tijd nodig om beter te worden. Ja, maar ik krijg weer allemaal berichten op mijn mobiel van mijn leidinggevende. Dat ik weer moet komen en zo. Want morgen heb ik weer een cursus of zo. Ja, nou ja, ik geef mij de tijd om maar beter te worden. Zou ik zeggen. Het gaat elke dag een stukje beter. Ja, vanmorgen moest ik weer heel even. Maar nou, het gaat steeds beter, dus ik wil zo snel mogelijk wil ik weer gaan werken. En dan gaan we weer lekker, gaan we lekker centjes verdienen. Want dat is wel nodig, want dit kost wel heel erg veel geld hoor, dat grappie. Maar ja, het is in ieder geval weer lekker dicht en dat wou ik eigenlijk. Het is toch wel heerlijk om lekker privé zo in je eigen tuin te zijn. Dus ik wou het gewoon dicht hebben. Dat is een stuk beter, dus in ieder geval, ja, dat was eventjes alle updates in ieder geval van wat ik allemaal gedaan heb allemaal. Ik heb eigenlijk verder niet zoveel meer te melden. Dus ik ga hem neerleggen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan word je op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant en tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.